Gegroet, stelletje kapitalistische kaasknabbels. En welkom bij een nieuwe aflevering van GTA 5. Dit is de beste intro ooit. Ik wilde eigenlijk mijn auto op het spoor zetten. Ik helemaal wachten tot er een trein komt. Trekt opeens dat vrouwtje van die auto achter me uit mijn auto, begint te vechten. En ik denk, oh kut. Ik maak er een soort zelfmoordding van. We gaan allebei op het spoor staan te vechten. Komt die trein aan, duwt ze mij aan de kant. Ze heeft haar leven gegeven, zodat ik deze video kan maken. Als dat geen prachtige kerst is, dan weet ik het ook niet meer. In ieder geval, we gaan vandaag lekker eventjes, alsof het niks is, een bank overvallen. Alleen we moeten eerst eventjes, alsof het niks is, het Amerikaanse leger overvallen. Er rijdt een konvooi door de map heen. Een aantal tanks of iets in die richting. Die moeten we even leeg plukken. Het probleem is alleen, ze rijden door de map heen. Oftewel, ze verplaatsen de hele tijd. Je kan niet echt een punt zetten en daar naartoe rijden. Waarschijnlijk ben ik de eerste 5 minuten van deze video keihard aan het kutten. Maar dat doe ik wel onder het genot van hier en daar een lekker feitje. Dus, ik las laatst iets. Dat was een soort van, ik zag 2 beren broodjes smeren. Oh, het was een wonder. Maar dan, ik zag 4 beren keihard sterven. Waar is mijn chocolade? Er waren een paar dudes die hadden hun eten laten liggen. Wat blijkbaar bestond uit 41 kilo chocolade en een gigantische hoeveelheid donuts. En er waren 4 zwarte beren, die zijn even flink in deze stash beland. En blijkbaar, net zoals dat chocolade hartstikke giftig is voor honden, is het ook hartstikke giftig voor beren. En zijn die beren dus hartstikke dood gegaan door chocolade. Beren lijken zulke hardcore motherfuckers. Ga gewoon dood door chocolade. Echt, zoveel dieren hebben dat. Misschien vraag je je af waarom zoveel dieren slecht tegen chocolade kunnen. Er zit een stofje in, dat heet theobromine. En wij mensen kunnen dat heel slecht afbreken. Ons lichaam denkt gewoon, what the fuck moet ik hiermee? Gaan we gewoon op een laag pitje, trekken we dat molecuul uit elkaar. Andere dieren hebben een goed lichaam. Die zien dat molecuul en denken, yeah! Alleen als je dat theobromine afbreekt, dan ontstaan er allemaal giftige stoffen. Dus als je dat heel langzaam afbreekt, dan smeer je dat gif zeg maar uit over de tijd. En als je dat heel snel doet, dan vergiftig je jezelf. Wat dus aan de hand is bij heel veel verschillende dieren. Nou, is dat even fantastisch. Ik heb ook nog een feitje wat inspeelt op een meme. Alleen de meme is echt van meerdere maanden geleden. Dus ik ben weer eens veel te laat. Dat was een tijdje geleden zo'n meme dat motten houden van lampen. Het is eigenlijk meer een feitje, maar dat was een bijbehorende meme aan het feitje. Nou, ik ben er dus achter gekomen waarom motten zo houden van lampen. Wat motten ze er nou precies mee? Dit zijn de mensen die we neer moeten knallen. Het zijn er alleen nogal veel. Oh, fuck. Dat gaan we niet overleven. Dat gaan we niet overleven. Fuck. Oké, het moet iets subtieler dan dit. Je moet een beetje afstand houden en misschien een beetje achter je auto verstoppen. Dit is niet hoe het mot. Blijkbaar is het zo dat motten gebruiken het licht van de maan om te navigeren. Dus vroeger was dat super handig, want dan had je alleen maar de zon en de maan. En die beesten leven waarschijnlijk voornamelijk 's nachts, tenminste dan zie ik ze voornamelijk. Dus als je het maanlicht gebruikt om te weten waar je heen moet vliegen, is dat super handig. Maar toen in één keer gebeurde iets waar jarenlange evolutie geen rekening mee hield. Namelijk het feit dat wij mensen het vuur en voornamelijk ook het licht als in lampjes uitvonden. En nu als motten dus rondvliegen, zien ze in één keer duizenden en duizenden manen. En raken ze dus heel terecht compleet in de war. Tot het punt dat je gewoon tegen één los lichtbolletje aan het wrijven bent. Dat is, zoals ze dat in de volksmond zeggen, totaal niet handig. Voor de rest heb ik nog wat leuke feitjes over hoe Facebook verschrikkelijk is. Nou, als je daar nog niet over uit was, ik gebruik Facebook letterlijk nooit meer. Het is echt moeite om het te verwijderen. Het is toch een beetje een soort angst dat als ik nu mijn Facebook verwijder, dat ik iets misloop. Maar eigenlijk weten we allemaal, je kan momenteel gewoon het beste denk je Facebook verwijderen. Als je het niet meer gebruikt in ieder geval, waarom heb je het dan nog? Er zijn vrij weinig voordelen, aangezien je gebruikt het niet. En er zijn vrij veel nadelen. Ze stelen al je data. Ze naaien je op alle manieren. Ze doen veel rare experimenten. Ze hadden blijkbaar een experiment gedaan waar ze gingen kijken wat er gebeurde als ze bij mensen alle positieve posts... We gaan weer dood trouwens. Alle positieve posts van je profiel verwijderen. Gewoon zeg maar van je timeline. Gewoon alle dingen die andere mensen posten die positief zijn, die verwijderen we. Of die laten we niet zien. En dan gingen ze kijken of mensen zelf ook negatievere dingen gingen posten. En dat bleek zo te zijn. Dus dan denk ik, oh, we gaan even kijken wat er gebeurt. Dus alleen maar negativiteit in iemands timeline gooit. Huh? Ze worden super negatief.
Wie had dat verwacht? Aan de andere kant hoor je juist ook weer dat mensen heel erg depressief worden, omdat ze juist zoveel positiviteit op Facebook zien. En denken, wauw, waarom heeft iedereen zo'n fantastisch leven behalve ik? Dus de moraal van het verhaal is, denk ik, het maakt niet uit wat Facebook doet. Wow, het is gewoon altijd kut, eigenlijk. Laat ze allemaal positieve dingen zien, waarom heeft iedereen zo'n fantastisch leven? Laat ze alleen maar negatieve dingen zien, hé, ik heb ook een negatief leven. Maar Facebook doet ook super nuttige dingen met hun data. Zo hebben ze bijvoorbeeld aangetoond dat het moment dat de meeste relaties uitgaan, kunnen ze gewoon makkelijk zien door wanneer mensen hun relatiestatus veranderen. Billy heeft al geen Facebook meer, dus volgens Facebook ben ik gewoon single, as a Pringle. Alhoewel, voor mij kun je ook instellen dat je een relatie hebt zonder de persoon te vermelden. Dus ja, als je mensen wil kutten ofzo, het is een beetje in dezelfde categorie. Je verjaardag aanpassen, je relatiestatus veranderen naar het is ingewikkeld. Random troep. Wat ze dus opviel is dat eigenlijk 2 weken voor kerst en 2 weken voor Valentijnsdag gaat het uit in de meeste relaties. En het is eigenlijk hartstikke logisch, want ja, je hoeft geen cadeau te kopen. Easy as that. Waarschijnlijk gaat het ook super vaak uit net voor mensen hun verjaardag. Alleen dat kun je niet echt duidelijk zien door de hoeveelheid relaties die uitgaan uit te zetten over de tijd. Want, geloof het of niet, iedereen is op een andere datum jarig. Jezus Christus, die is op een vaste datum jarig. Alhoewel, als je mijn video van eerder vandaag hebt gezien, trek ik daar op bepaalde niveaus ook zo mijn twijfels bij. We hebben in ieder geval eigenlijk het militaire convoy onderschept. Motherfuckers, helemaal kapot gemaakt. Dat moeten we vieren met een lekkere snack. Ik las gisteren over de meest lijpe snack ooit. Het heet broodje toast. Dit was blijkbaar een ding in echt jaren 1800 Engeland. Echt een soort snack voor de allerarmste. Wat je doet, is je toast een enkel broodje met heel veel boter erop. En die stop je vervolgens tussen 2 andere normale broodjes. Dus je hebt eigenlijk een broodje met als beleg een getoast broodje. Er zitten echt 3 kogelgaten in mijn rug. We did it! Yay! Ik vind het hele concept best wel interessant. Ik kan me oprecht best wel voorstellen dat het echt handtoe goedkoop is. Het werd verkozen door de Royal Society of Chemistry tot het meest goede eten. Als je kijkt naar hoe voedzaam het is versus hoeveel geld het kost. It's parked out back in my office. All right. We might be ready to move on this thing. Meet me up in the lab. Je was 7,5 cent kwijt. Per broodje. En het is ook nog eens redelijk voedzaam. Dat is ook alweer een probleem met veel dingen die heel goedkoop zijn. Veel eten dat heel goedkoop is, is inderdaad heel goedkoop. Enige probleem is alleen dat er zit echt weer totaal geen enkele vorm van voedingswaarde in. Lege calorieën noemen ze dat. Het is gewoon calorieën, punt. En je hebt shit met calorieën. Er zit misschien ook nog iets van vitamine in of zo. Blijkbaar is een broodje toast een prachtige snack als je echt totaal geen geld hebt. Een beetje samen met macaroni. Kun je echt heel veel van maken voor heel weinig. It's not inappropriate. It's another one of your fucking disasters. That's what it is. First you take a hostage against my advice, and then you start some kind of crazy high school romance with her. Are you nuts? She's a 60-year-old housewife. Wow, she's 57. Beter. She thinks that I'm mature. Yeah, well, let me tell you something. 30 years of marriage to the world's angriest mob boss would make anyone insane. You're not making my situation. Ik vind het leuk hoe Lester gewoon heel casual op zijn laptop zit te tikken. I knew it would become about you. I miss my family. Oh, you're full of shit. All you ever did was ignore them. And now that they're gone, you miss them. Fucking incredible. I'll tell you what's incredible. Fucking incredible. Hey, you mother... Hey, why? Enough. You got me out here. You wrote me into your crazy world of bullshit. If it was lies, new age shit, and arguments about how good life used to be, I could have stayed my ass in Los Santos. Hello, Franklin. What's up? All right. Here's the shot. We're going to Paleto Bay, and we're going to do this thing. Any questions? Comments? Yeah. I miss Brad. That crazy motherfucker was with us now. He would have loved this. Instead, he's got to enjoy himself molesting white-collar criminals you in the federal Brad. Penitentiary. Thanks for sharing. Anybody else? What about me? You'll be waiting for them by the river, handling the getaway. All right. Now, these three go in. They grab the tape. They rendezvous with you, and you get out of there. Is that a work for everyone? Great. Prima. Let's go. En
erg tevreden met die snor die ik op Trevor heb geplakt. Een van de betere levenskeuzes die ik in flinke tijden heb gemaakt. De Royal Society of Chemistry had toen ook een prijsvraag uitgereikt. Zeiden ja, broodje toast is eigenlijk het meest voedzame, goedkope eten ooit. Iedereen die iets beters kan verzinnen, krijgt superveel geld. Kom maar door. En toen hebben ze duizenden inzendingen gehad die allemaal goed punt hadden. Zeiden ze, oh, dit is niet het meest voedzame eten. We pakken gewoon een willekeurig persoon uit deze lijst en die geven het geld. Come on. Everyone remembers their first score. Oh, het gaat even... Mikey, bro, what was hoeveel geld je hebt opgehaald met je eerste bankroof? Outskirts of Carcer City. Took a small franchise for 10G. Ik heb nooit een bank beroofd. Is dat ook oké? Okay? 25 years ago. Jesus. Jeff, will you tell these gentlemen about your first job? T, man. You could just as easily. You tell them. Oh, I'll do a 5 kilometer rijden. Wat is dit het echte leven? Judge of sanity. Well, it was part of the interview process, I guess is how you call it. Trevor knew I could cook. Hij heet Chef, omdat hij eerst aan het werk een chef was. Wat een goede bijnaam voor een crimineel. Top verhaal, lekker kort. He did fine. He's better at all aspects of the job now, from killing to dismemberment. Fijn om te weten. Your turn to share, kid. I told you I don't remember the details, man. Leave him alone, Trevor. This is an important moment, Michael. Zo'n here belangrijk moment. On our way to almost certain death, bonding, pouring our hearts out, and this guy is sitting here, soaking it up and giving nothing in return. Hey, if he don't remember... If he don't remember, I'm supposed to trust this man with my life, and he don't trust me with the details of his first bank job? Ja, nee, overdag. Well, how about you? Why don't you share with the group? Ik gok dat Franklin gewoon nooit de bank heeft beroofd. The checks cash place? I went in, took him for $8,000. Walked out. Yeah. It was a bit more complicated than that though, wasn't it, T? Normaal gesproken praat ik gewoon in de filmpjes heen, maar ik denk dit is misschien wel voor de verandering keer leuk. Maybe you did 6 months. Maybe I was out in 4, and that children is why we don't leave witnesses. That children is why you don't rob people that you know. Yeah. Franklin, share. Yeah, come on, kid. It can't be worse than Trevor's. Alright, man, shit. Okay. The score was like 2 stacks, man. 2G? Take home on your first gig? That ain't bad, man. Man, the whole score was 2 stacks. Only I didn't see none of that shit. Died pack went all home. Money was useless then. Fucking fucking verf pakketje. Is dat echt een ding? You amateur! Ik had me er ooit voor ingelezen voor een video, maar ik heb het nooit daadwerkelijk verteld. Het bestaat wel, dat je daadwerkelijk van die geldpakketten hebt waar verf op zit en dan gaat die verf af. En ik gok dat we gewoon wereldwijd hebben afgesproken dat geld dat onder de blauwe verf zit, dat we dat niet accepteren. Iets met crimineel geld of zo, iets in die richting, ik heb het ook niet verzonnen. If we're risking our asses, we gotta be family. Oh nice, ze zijn er bijna. How about that, dieback? Alright, Frank. We're gonna drop you up here, okay? When you hear it kick off, get ready because we're gonna. Het is wel echt chill om de getaway te zijn, weet je. Als je dan toch bij een bankroof bent. Het is dat ik niet kan autorijden, ik mijn rijbewijs niet heb. Anders zou ik heel graag de vluchtauto rijden hoor. Alright, you know where you gotta be? I got it down. I'll bring a dieback just for you. Oké, op naar de bank. Drive it to the bank. Voor de rest... I could use a restroom break. And risk even plaspauzetje. You're an idiot. I gotta go. It's number 2. Oef. Kijk eens aan. All right, we mannen. All good. Let's hit 'em. Tijd voor een feestje. Echt al lang geen heist meer gedaan. Echt iets van... 15 afleveringen terug, een keer iets van een juwelier overvallen of zo. Werd wel weer tijd. Dat is mijn rol hier eigenlijk. Gaat goed. Voel me net een DJ. Handjes in de lucht. DJ / carnavalszanger. Okay, you got the crowd. Cops should be here soon. Nou, moet ik you got the crowd. Misschien moet ik ze wel even onder schot houden dan. Voordat iemand een of ander belletje overhaalt ofzo. Nou, het alarm is al soort van afgegaan, dus.
Oké, fix die deur even voor me. Boom. Oh fuck, dat is snel. Oh ja. Ze denken dat het weer een vals alarm is, omdat het heel vaak gebeurd is. Nope. We got hostages. Die zagen ze niet aankomen. Go to the vault. Oké. Sorry meneer. U ligt even een klein beetje in de weg. Waarschijnlijk zodra je een gijzelnemer dood schiet, faal je de missie. Dus laat hem maar gewoon even normaal doen. Niet te veel grapjes. I don't care if they surrender. I'm killing me some bad guys. Now let the hostages go, and we'll talk like gentlemen. Time to face the music. Oh ja, natuurlijk. Sweet mother. Daarom overvallen we een militair konvooi. Ik heb geen idee of jullie me nu kunnen verstaan. Maar dat maakt niet uit. Als je maar kunt luisteren naar de zoete glorie. Van gigantische hoeveelheden explosies. Daar doen we het allemaal voor. Oh, dit is zo fucking vet. Motherfuckers! Eyes in the sky? Gewoon blijven maaien, joh. Gewoon blijven maaien. Take down de helikopter. Prima. Gewoon schiet geleden van Far Cry. Schiet op de bestuurder. Dan gaat het makkelijkste. Ik heb ook echt nog helemaal niks aan damage genomen. We hebben zo tamtoe veel bepansering. Fucking chill. Kijk eens aan. Lekker iedereen glibberen. Dus, ik had nog wat leuke feitjes als je toevallig nog interesse had. Ik wilde vanaf het verhaal over, van Broodje Toast een klein beetje doorlinken naar andere verhalen over eten. Blijkbaar is uit onderzoek gebleken dat als je eten... Ik merk dit zelf ook heel erg. Als je lekker eten hebt en bij de foto van lekker eten zet je hoeveel calorieën erin zitten, verandert dat zo erg hoe onze hersenen erop reageren. Ook echt de hersengebieden. We vinden het in één keer zo'n groot stuk smeriger. Ik ben dol op Snickers, maar als je in één keer erbij ziet, hey, Snickers, dat is 150 calorieën. Dat is gelijk aan 20 minuten hardlopen. Dan denk je toch altijd van, ja, fuck. Echt geen zin om 20 minuten hardlopen voor deze Snickers. Laat dan maar zitten. Ik denk dat het een beetje de toekomst wordt, weet je. We hebben nu al roken is dodelijk en dat soort dingen. Ook getallen op pakketjes, weet je wel. Zoveel procent van de rokers gaat dood aan de gevolgen van roken. Iedere sigaret is 20 minuten van je leven. Ik denk dat we binnenkort ook echt gewoon op snoep heel groot plaatjes gaan zien. Met in ieder geval heel groot erop gedrukt hoeveel calorieën er nou precies in zitten. En op wat voor niveaus het allemaal een verschrikkelijk slecht idee is om het in je lichaam te pompen. En in principe is dat goed. Je bent nog steeds vrij om te doen wat je wil doen. Dat is misschien wel een soort van belangrijk. Maar aan de andere kant regelen ze ook wel eventjes voor je dat je bepanzerde helikopter. Gaat hij neer nu? Of is het gewoon hoe die normaal altijd landt? Nou, hij staat in de fik. Boom. It's raining men. Hallelujah. Sorry jongens. Lekker. Moet nog van karakter wisselen ofzo? Ah, je blijft wel gewoon lekker als Michael spelen. Gaat allemaal hartstikke prima zo. Fuck. In principe voelt het echt als een van de makkelijkste missies die ik ooit heb gedaan in deze game. Ik heb zo'n beetje de beste wapen en de beste bepanzering. Het is een stuk makkelijker dan het overnemen van dat militair konvooi aan het begin van de video in ieder geval. Ik vermaak me prima zo. Ik hoef echt niks te doen met ook maar iets van een dekking. We gotta move it! Like right now! If we all go, they'll get behind. Oké, een tank is misschien wel iets wat we nog zou kunnen verslaan. Misschien moeten we die even tegenhouden. Ik ben nu wel bang dat de tank zeg maar direct aan het werk op mijn bakken flikkert. Oh fuck, we moeten wisselen naar Franklin. Yes. De vluchtauto, dat was ook nog wel een ding. Kun je niet voor altijd te voet blijven verder gaan. The fuck is dit? Alright, this is it, man. You okay? I ain't dead yet! Waarom heb ik echt. Het meest langzame vervoer ooit. Jezus. Oh, wacht, dan kun je zeker. Oh, het gaat nu helemaal nog langzamer. Het idee is dat ik gewoon alle motherfuckers om moet gooien. Ik ben echt bang dat ze me neer gaan schieten, want ik ga zo gigantisch langzaam. Hop! Dag! Hele fijne dag verder. Even deze pakken.
3, 2, 1. Kom maar door met die epische flip. Nu we toch deze hoge snelheden hebben, is het natuurlijk het perfecte moment om te praten over te hard rijden. Uit onderzoek is gebleken dat hoe duurder je auto is, hoe meer boetes je krijgt voor te hard rijden. Nou, niet krijgt, ik zou eerder zeggen verdient. Er is gewoon een logisch verband tussen hoeveel geld je auto waard is en hoe hoog de kans is, gemiddeld, dat je veel te hard rijdt. Wat natuurlijk een soort van logisch is. Ten eerste natuurlijk, dure auto's kunnen over het algemeen harder. Oké, dat is natuurlijk ook iets wat een klein beetje meespeelt. Maar ja, in principe kan iedere auto wel boven de 130. Het probleem is natuurlijk voornamelijk dat sommige mensen hebben gewoon heel veel geld. En dan boeit een verkeerboete je gewoon heel weinig. Ik heb het al eens eerder erover gehad. Sommige landen hebben een systeem waar je zeg maar een boete krijgt op basis van je inkomen. En dat lijkt me zoveel handiger. Dat lijkt me in ieder geval een heel stuk eerlijker. Wat ga je nou... Oh, fuck. Please, mis me gewoon standaard. Het zou super lullig zijn als je gewoon geraakt wordt door één enkele... Wat is het? De raket van een fucking tank. En dat je daar gewoon dood bent. Van ja, zoek het maar uit. Het is mooi geweest zo. Er is weer een klein deel van ons geld afgegaan rechtsonder. Ik heb geen idee wat daar aan de hand is. We rijden hem even casual deze kant op. Piep, 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 piep. Hierin? Let's go inside the group. Kijk, nog even eens een beetje close combat. Het zal niet heel moeilijk zijn met de bepansing die we er nu op hebben zitten. Billy is op de achtergrond allemaal dingen aan het doen. Als je je afvraagt wat er aan de hand is met de belichting. Ik krijg stage light, we gaan zo weg. Kerstdingen doen, zeg maar. Het is een ding in de prachtige wereld van comedy. Als je gauw moet afronden, want we moeten door. Dan geven ze je zo van vanuit het publiek. Pakt iemand zo de flashlight op zijn mobiel. En gaat er dan als een wilde mee zitten schudden. Dat valt voor het publiek namelijk totaal niet op. Maar als je op het podium staat, valt het gigantisch hard op. Er is een kek filmpje op YouTube waar... heet die dude? De zanger van Green Day. Het Billy... Ik wou zeggen Billy Elliot, maar zo heet hij vast niet. Hij is vast ook niet Billy Joel, of weer een hele andere dude. Die kreeg in ieder geval ook zo'n lampie. En dat was het legendarische moment dat hij heel boos werd en zijn gitaar helemaal aan de tering sloeg. Dat te maken met, zij waren een van de main acts geloof ik, maar andere acts liepen uit als zo van, ja kut, televisie, live, zit je toch best wel vast aan je reclameblokken en... Je kan niet zomaar eventjes je programma 10 minuten uit laten lopen, dus... Hè? Hij was in ieder geval niet heel tevreden, dat is denk ik vooral de moraal van het verhaal. Dus ja, ik ben speciaal eventjes voor vrienden en familie en een vrolijk kerstfeest keihard aan het doorpersen door dit level heen. Missie duurt vast niet heel lang meer. Dan ik ondertussen wel zo'n... Oh, fuck, ben dat werk aan het doodgaan. Daar moeten we even op letten. Zo dan. Oeh. Heb je toevallig ergens een health pack liggen hier? Dat zou even heel goed uitkomen. Maar hiel je ook vanzelf een klein beetje uit het rode gebied als je een tijdje geen damage neemt. Anders gaan wisselen van personage. Volgens mij kan een personage niet doodgaan. Oké, moet misschien wel eventjes Trevor zijn dan. Kijk, we gaan weer full health. Easy. Fuck, zijn meer mensen. Niet doen. Oh, dan heb ik een shotgun. Niet echt waar ik zin in had momenteel. Hey, slaapzak. Paat. Let's hop the train. Get on the train. Doei. Gezellig. Ik zou zeggen dat als er zo'n gigantische bankroof is, dat er 8 miljoen is gestolen. Ja, ik weet niet hoe groot deze stad is. Misschien is het too much om de hele stad af te zetten. Al het verkeer erin en eruit. Waarschijnlijk is dat de 8 miljoen niet waard. Let's go. Ik weet niet hoeveel miljoen mensen er al in deze stad wonen. Agent Sanchez. Our very own corrupt... Mike heeft het overhemd aan dat ik voor hem heb gekocht. My man. Dit is hoe oma's zich voelen als je een sokken draagt. Een sjaals. Ik heb deze ook van mijn moeder gehad. Voor kerst. Yeah. Geen moeite, mam. You're gonna be disappointed, homie. Right back at you. Got the money? Everything we got. Okay. And here's your cut. Considering present scrutiny on public worker remuneration, this is a big win. Oh yeah, that's a huge fucking win. Helemaal niks. Monsters. I'm out. Kunnen deze dude niet gewoon neerschieten en onze miljoenen pakken en gewoon vluchten? Of willen we de FIB niet achter ons aan? Fucking punk. All right. We should probably split up. They're gonna be looking for a three. The blood we spill for the security of this country.
Come on, Franklin. Man, I'll holler at you home. All right. Oh, come on. Seatbelt. Serious? Boom! Boom, mission passed. Bijna dood. Ken, net. Even casual mijn leven op het spel gezet. Ik wil jullie graag hartelijk bedanken voor het kijken van deze aflevering van GTA 5. Als je even kijkt naar ons banksaldo, daar is het nog eventjes, er is het 444.000 bijgekomen. Kunnen we weer eventjes mee door. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Zie ik je morgen hopelijk weer terug bij een paar nieuwe, sappige video's met net zo matige gameplay. Even kijken. Doei!